In 2012 werd in ons land gevierd dat de componist Alfons Diepenbrock 150 jaar daarvoor geboren was. En bij die gelegenheid verschenen niet alleen een geweldige box met vrijwel al zijn composities in recente en historische uitvoeringen, maar ook een aantal studies, waaronder een monografie die ik voor die gelegenheid heb geschreven over Alfons Diepenbrock, componist van het vocale. Bij de presentatie van dat boek in het Concertgebouw, ja, waar anders zou je bijna denken, kreeg ik van de kleinkinderen van Diepenbrock een cadeautje aangereikt. In een prachtig doosje, een foudraaltje, namelijk de bril, nou dat is misschien een groot woord, één van de brillen van Alfons Diepenbrock. Elke keer als ik die op mijn neus zette, kon ik mij zo voorstellen, zou ik met dezelfde blik naar de wereld kunnen kijken als Diepenbrock dat heeft gedaan meer dan 100 jaar geleden. Een bijzonder kleinood dat ik dankbaar op mijn bureau bewaar in het betreffende foudraaltje en waar ik zo nu en dan met enige bijzondere melancholieke gevoelens naar kijk. En dat nog het meeste wanneer het weer grijs en koud is, zoals in deze januari maand van 2021. Want Diepenbrock hield niet van koud en grijs weer. Zijn brieven eindigden vaak met de opmerking: het is weer zonnig, of wanneer wordt het weer eens mooi weer. Op 5 april 1921 stierf in Amsterdam Alfons Diepenbrock na een ziekbed van ongeveer een half jaar, af en aan, steeds ernstiger, op 58-jarige leeftijd in zijn woning in de Johannes Verhulststraat, 2 hoog, nummer 89, op werkelijk een steenworp afstand van het Concertgebouw. Enkele dagen daarvoor was de orkestmuziek voor Elektra van Sophocles in dat Concertgebouw uitgevoerd. De première was al in november 1920 geweest, was eigenlijk officieel bedoeld geweest om zelfs al een half jaar daarvoor plaats te hebben gevonden, maar door een staking kon dat niet. Maar ook in november 1920 was Diepenbrock te ziek, toen al, om daarbij aanwezig te kunnen zijn. En hij heeft de muziek nimmer in een uitvoering gehoord. Diepenbrock was wellicht de belangrijkste componist in ons land. Voor zijn overlijden verschenen in de dagbladen zelfs geregeld communiqués over het verloop van zijn ziekte. De orkestwerken van Diepenbrock werden met enige regelmaat door het toen al internationaal vermaarde Concertgebouworkest uitgevoerd en een vooraanstaand componist als Gustav Mahler, die 10 jaar eerder was gestorven, beschouwde Diepenbrocks orkestliederen als een voorbeeld en een inspiratie voor zijn eigen orkestliederen. Herman Rutters kwam in het Algemeen Handelsblad in een in memoriam, daags na het overlijden van Diepenbrock, tot de volgende kwalificatie. En ik citeer: met hem is een karakteristieke persoonlijkheid, een bijzondere begaafdheid, een fijne, intelligente en uiterst gevoelige geest uit ons muziekleven verdwenen. Een muzikus niet van traditie, maar uit liefde.
Rutters zag ook haarscherp dat de vervulling van Diepenbrocks idealen te vinden is in een volmaakt samengaan van woord en klank, van taal en muziek. Vandaar ook mijn subtitel bij de monografie, componist van het vocale. Men meende algemeen dat tussen Jan Pieterszoon Sweelinck, die leefde van 1562 tot 1621, en Alfons Diepenbrock, die leefde van 1862 tot 1921, drie eeuwen lagen, ja inderdaad exact drie eeuwen, waarin de vaderlandse muziek niets zou hebben voorgesteld. Zelfs al is dat niet het geval geweest, dan toch is het wel een blijk van het belang dat men aan de muziek van Diepenbrock toekende en nog steeds toekent. Een eeuw na zijn overlijden is weliswaar in tal van steden een Diepenbrockstraat of een Diepenbrockplein te vinden. En toch wordt zijn muziek slechts zelden geprogrammeerd. Zelfs al behoren zijn liederen tot de Europese top, zijn de koorwerken unieke voorbeelden van het katholieke elan dat alom in de kunsten na 1880 van zich deed gelden. En zijn de orkestwerken en vooral de orkestliederen van Diepenbrock van internationale allure. Toen Diepenbrock begin september 1912 zijn 50ste verjaardag vierde, werd hij in het concertgebouw gehuldigd met een feestconcert onder leiding van Willem Mengelberg. Op het programma stonden louter werken van zijn hand. De orkestsuite uit de muziek bij Marzias, twee korte koorwerken, de hymne voor viool en orkest, delen uit de toneelmuziek voor Vondels Gijsbrecht van Amstel en de hymne aan Rembrandt. Onder de medewerkenden bevonden zich de beste Nederlandse vocalisten van toen, terwijl de bekende acteur Willem Royaerts de verzen van Vondel declameerde en concertmeester Louis Zimmerman solieerde in de vioolhymne. Na afloop van het concert werd Diepenbrock op het podium gehuldigd en ontving hij een aanzienlijk geldbedrag
om enkele van zijn grotere werken in druk te kunnen laten verschijnen. De volgende dag stonden de kranten vol lovende beschouwingen en recensies. De recensent van de Telegraaf, Louis van Gich, schreef, en ik citeer, "Inderdaad is Diepenbrock geen Nederlands, doch een universeel kunstenaar. En vooral een sterke persoonlijkheid. Weinigen misschien van onze Nederlandse componisten stonden onder zo sterke invloed van anderen. En toch bleef Diepenbrock, al waakterde, malerde of debussiede hij nog zozeer, steeds zichzelf." Volgens Van Gich is Diepenbrocks muziek, mits goed geprogrammeerd, in staat een hele avond te vullen. En dat kan van menig internationaal bekende componist niet gezegd worden. Ook na 100 jaar past Diepenbrock in al zijn eigenheid uitstekend tussen zijn generatiegenoten. Bij zoveel eerbetoon zou je denken dat Diepenbrock op zijn lauweren kon rusten. Niets was echter minder waar. Hij heeft veelvuldig geklaagd dat het leven hem zwaar viel. Hij moest om te kunnen componeren tijd vrijmaken, om eindeloos in zijn partituren te schaven en te veilen. Maar hij moest ook geld verdienen, als klassicus, met lessen aan huis. Hij beklaagde zich dat hij niet als dirigent zoals Richard Strauss of Gustav Mahler de kost kon verdienen. En zelfs als componist lukte hem dat nauwelijks, zeker in een land waar, naar zijn eigen zeggen, muziek niet thuis hoort en vooral voor eigentijdse muziek geen plaats lijkt te zijn. Mahler wordt hooguit geduld omdat hij dood is, schreef Diepenbrock in 1915. 100 jaar nadien lijken zijn woorden soms angstig actueel.